Yes. That the you go, the wet napuna you back up. Wat er nu gebeurt, de medewerkers hebben ons de opdracht gegeven en we gaan nu richting CLO om een petitie in te dienen om de voorzitter van de CLO de opdracht te geven om met de regering aan tafel te gaan zitten voor de eisen dat de medewerkers nu hebben opgeëist. En wat is de grootste eis? De grootste eis is de loonsverhoging. Nou, hoeveel is die verhoging? Hoeveel moet die zijn? Men praat nu over 75%. En of je mij vraagt, is die 75% terecht, omdat wanneer we kijken ook in het verleden hoe men de verhoging gegeven heeft naar de leerkrachten en naar de ambtenaren, dan zeg ik van dat die 75% terecht is. En, moeten we niet vergeten, met de huidige situatie nu, met die hele devaluatiekoers. Aan de voorzitter van CLO, de heer Hooghart. Het betreft 75% loonsverhoging voor de ambtenaren. Wij verkeren in een zeer onhoudbare situatie en eisen dat de regering onze salaris verhoogt met tenminste 75%. En dat de heffingskorting behoud blijft, want die nog kan verhogen dat je voet aan maken. Wij hebben sedert de COVID-situatie onder grote lichamelijke, emotionele en psychische druk moeten werken in het ziekenhuis. Ook hiernaar kijken we met halijken uit naar de uitwerking van dit Oana COVID-money, want we roken aan alle risico. Het gaat niet alleen om de zussen, maar elke gezondheidswerk, alles wat zij kunnen uit onze boeroko. Ja, we kijken er naar uit en we verwachten uiterlijk twee weken, naar een positieve reactie van u. Alsjeblieft, meneer Hooghart. Meneer, vergeet dat 25% zijn actie, want dat is uw actie. Maar meer takkie, a 2 weken. Moni de man plakken naar salaris. En met dat kwam zijn onderdeel aan mij. Ik ben op plakken eind oktober. Voor 15 november moet je zijn. Voor 15 november moet je zijn. De man plakken. A 2 weken naar salaris. De juni, juli. De juni, augustus. De juni, september. Ik ben een juni en het is moe. We zien het in 15 november dat we het tapijer konden. Wij denken alleen 25%. En dat is het. Mensen, jullie zijn oneens nou. Maar ik vind dat de man begint pakken, man. En met mijn papa gaat 25%, maar dat is de pakket. Maar dat is oneens. Maar als deze opkiezen, dan de rest wil ik het niet. Als je nou aan het doen, dan de chaos. Dan gaan we voor trots in mijn chaos. Als je nou aan het doen, dan gaan we doen. Dan we zenden de chaos. Ik heb een mooie rondje op zijn.
Vredestrijd! Vredestrijd! Met de Sabi. En voor u kon je idee, u kon pier borsu, fuji, a CLO voorzitter, opdracht voor Goffetti, maar tegelijkertijd, u won Sabi sa EFSA bij de CLO. Omdat we volg bepaalde Sani en dat we actie direct toe, voor het systeem de. Want is al geruime tijd dat we splitsen tussen in CLO. En we volgen dat door als persoon dat die regering zo abi om mee kritisch gebruik en misbruik met alle gevolgen van die. Zijn we wel in staat achter CLO te staan? Hey, ik wil niet horen, meneer Masi. Ik voel de eerste aan mijn Masi allemaal op het naar boven. Is meer dan duidelijk. Aan het hoofdbestuur van de Centrale van Landsdienarenorganisatie. Geachte hoofdbestuur, wij, lidbonden van de CLO, volgen de ontstane situatie met betrekking tot de breuk die binnen het hoofdbestuur is ontstaan op de voet. Wij zijn van mening dat deze situatie onze organisatie schaadt en onder geen enkel beding bevorderlijk is voor ons. Tot vandaag nog hebben wij een bericht gevolgd op Starnieuws met als kopstuk geen extra uitbetalingen aan landsdienaren dit jaar. Hallo! Hallo! Dat was je als straatie! Voor ons is het duidelijk dat er in deze situatie de lidbonden niet zijn gekend en de politieke macht misbruik maakt van de oneenigheid die er nu in onze organisatie heerst. Naar aanleiding van het bovenstaande vragen wij u met de meeste spoed een assemblee van de ledenraad te beleggen, als het dan vandaag nog. Dit zodat wij de pijnpunten onze organisatie rakende kunnen bespreken en onze belangen veilig kunnen stellen. We're going to go to the next one.